Het gesprek van de dag. Tom Egbers die reageert gisteren voor het eerst bij Galit en Sophie op het Volkskrant-artikel waarin de misstanden binnen de NOS aan de kaak worden gesteld. Niet alleen wij, maar meerdere Nederlandse talkshows die kijken met een kritische blik naar deze actie. In het bijzijn van meerdere collega's noemt hij haar de as van het kwaad, het vergif en een serpent. Is dat iets wat je over haar gezegd hebt? Nou, het zijn wel woorden die ik herken. Dan zei je dat waar andere mensen bij waren. Nou, dat heb ik fout gedaan. Heb je gekeken net naar Tom? Ik heb gekeken naar Tom, ja. Ik had het niet gedaan als ik hem was. Wat hij gedaan heeft, Tom, dat is heel ondoordacht. Tom is de slachtoffer geworden van de Volkskrant. De Volkskrant heeft journalistiek en semi-wetenschappelijk verpakt een roddelverhaal gepubliceerd. En dan een hoofdredacteur die zit gisteren daar heel interessant trots te zijn en te vertellen dat het de cultuur was. Het is allemaal lulkoek. Hoe heb jij naar het interview gekeken, Angela? Met een mengeling van emoties. Het begon natuurlijk best wel emotioneel. Er zat daar een gebroken man. Die vertelde hoe hij met de gordijnen dicht lijdt onder alles wat er nu over hem heen komt. Daarna met heel veel plaatsvervangende schaamte. Omdat er heel veel details over die buitenechtelijke relatie. En andere relaties die er zijn geweest. En nou ja, nog meer wat er naar buiten kwam. En daarna, als ik het helemaal afbel, kon ik niet tot een andere conclusie komen dat hij eigenlijk bevestigt wat er in de Volkskrant staat. Waar ik op aanzoek was eigenlijk dat Galit zei, Tom, jij hebt mij gebeld. Dan denk ik altijd, oké, je gaat niet je eigen bul bellen. Dus je kiest iemand uit waarvan je denkt van, nou, die gaat mij wat mild interviewen. Dus dat was misschien een reden geweest voor die redactie om het niet te moeten doen. Ja, dit zijn de reacties op tv. Hoe is er verder gereageerd, Bart? Nou, ik merk wel dat die een beetje overeenkomen eigenlijk. De reacties die we net zien met de reacties die je op internet leest. En de reacties die je op straat hoort van mensen die ernaar hebben zitten kijken. 1 miljoen mensen. Een enorm goed bekeken uitzending van Galit en Sophie. En dan merk je inderdaad dat er een heel groot deel toch wel moedig vindt dat hij daar gaat zitten. Maar niet iedereen vindt het allemaal even slim wat hij daar dan heeft verteld. Eigenlijk een beetje wat we hier gisteren aan de tafel ook merkten. Dat de meningen nogal verdeeld zijn. Ja. We hebben het ook nog even gevraagd. Want we dachten, wat vindt Nederland dan echt? Het Hart van Nederland panel. En we hebben gevraagd, heeft hij er goed aan gedaan om aan te schuiven bij Galit en Sophie? En daarop zegt 67%, ja, dat vind ik goed. Het is, okay. Een slimme zet van hem dat hij daar is gaan zitten. En 33% denkt dat hij dat beter niet had kunnen doen. En als we dan even terugkijken naar het interview, dan is het volgens mij best wel opvallend dat er bepaalde dingen gewoon onbeantwoord zijn gebleven. Maar ja, je moet en bepaalde vragen niet zijn gesteld. Ja, maar je moet je ook voorstellen, ik was ook de gast gisteren daar en ik weet gewoon dat wij pas om 16:55... aan ons werd gemeld dat Tom Egbers zou komen. Dat daardoor de muziek was afgezegd. Daardoor wij eigenlijk voor spek en bonen aan die tafel als duo van dienst, Erik Kortom en ik, aan die tafel zaten. En meteen naar rij 1 verzet werden. Omdat Tom alleen maar 1-op-1 met Galit wilde praten. En natuurlijk helemaal niet door types zoals ik onderbroken. Kritisch ondervraagd wilde worden. Ja, goed, ik had als vrouw dan ook wel wat andere dingen willen horen. Maar ik denk niet. Ik denk echt dat hij pas op het laatste moment heeft besloten, oké, ik ga het doen. Maar goed, Patty, het was dus vrij last minute. Verklaard waarom misschien niet alles is behandeld. Maar hadden ze dan moeten besluiten het misschien op een later moment te doen? Oké, laat ik dan deze kritische vraag aan jou stellen. Hadden wij het gedaan? Juist. Ja. Nou, dat. Klaar. Het antwoord is duidelijk. Ja, en inderdaad, je kan achteraf zeggen, ja, waarom is hij over bepaalde zaken niet begonnen? Ik had ook een beetje toch de indruk dat ze in tijdnood zaten aan het einde. Dat maar ik denk dat hij ook echt onderweg was. Maar wat had jij nog graag willen vragen aan Tom dan? Nou, toch ook wel naar de rol van zijn vrouw bij die Stichting Morris. Want daar is natuurlijk heel veel kritiek op geweest. En hoe hij daar dan naar kijkt. Ah, en de balans in het gesprek was gewoon eigenlijk een beetje weg. Want uiteindelijk gaat het om pestgedrag en haar rol bij Morris. Ja. En ging het uiteindelijk 3/4 van het gesprek over het vreemdgaan waar wij allemaal geen zak mee hebben. Eigenlijk wat ik Angela de Jong hoorde zeggen. Ja. Dat hele vreemdgaan. Te privé. Ja, maar dat interesseert mij helemaal niks. En eigenlijk het grote probleem, hè, dat grensoverschrijdend gedrag, dat bleef daardoor niet. Maar ja, je zegt het interesseert me niet en dat begrijp ik. Maar hij had dat wel nodig. Hij moest wel iets vertellen om te begrijpen waar dat pestgedrag natuurlijk vandaan kwam later. Daarvoor moest hij vertellen over die affaire en hoe dat was geëindigd. Ja, maar daar had ik dan weer meer over willen horen. Als je zegt van, ik
noem deze mevrouw, ik roep al deze woorden naar haar toe, serpent en as van het kwaad. Maar hij eigenlijk aangaf, dat komt dan ergens vandaan. Heb het dan daarover. En hoe lang dat al gaande was. Maar, daardoor leek het soms wel alsof er afspraken waren gemaakt. Ja, maar die waren er niet gemaakt, want we hebben Galit vandaag ook nog gesproken. En die heeft duidelijk gezegd dat er geen afspraken gemaakt zijn van tevoren. Ik, voor mijn gevoel wist de redactie niet eens dat dit zo zou zijn zou gaan gebeuren. Ja. Wij wisten het niet, maar anders waren wij niet eens geboekt, denk ik, voor die dag. En dan had hij gewoon een één-op-één gesprek met Tom Egbers gehad aan tafel. En dat gewoon het hele avondvullend programma van gemaakt. Dat had ik gedaan. Achteraf gezien had ik gewoon het volle uur met hem Tom moeten praten. Maar was hij ook meteen na afloop verdwenen? Nou, hij stond er echt bij. Hij wist echt niet. Ja, hij stond er een beetje lost. Weet je, en in één keer keek ik om en was hij weg. En was hij aan de voorkant aanwezig of heb je hem helemaal niet gezien? Nee, hij kwam erin geschoven nadat het gesprek met die verleiders klaar was. En toen moesten we ook meteen weg. En ik had het idee dat het echt een last minute besluit was. En hoe heb jij als sportvrouw er dan naar gekeken, Leontien? Na heel dit gebeuren, ja, weet je, er gebeuren nu natuurlijk heel veel dingen bij NOS Sport. Ook bij twee mensen die ik heel goed ken. Ja. Bij Marijn de Vries, die heeft als een voormalig wielrenster geweest. Ja, daar wil ik zo ook nog even op terugkomen. Dat was een ander verhaal. Nee, maar hoe kijk je op dit interview terug? En vind je het, hoe heb jij hem ervaren achter de schermen? Ik neem aan dat je het ik vind wel ik vind het heel stoer dat hij daar is gaan zitten. Dat vind ik sowieso heel stoer. Maar ja, ook wel heel breekbaar. Ik vond het wel. Ik wil ook nog zeggen dat als je dan de kritiek op Galit is, dat hij dan niet doorvraagt. Maar je zit daar wel met een gebroken man die voor het eerst zijn verhaal wil doen. Dan ga je niet door zijn strot lopen duwen van ik wil nu dit weten, ik wil nu dat weten. Nee, maar Morris had wel echt aan de orde moeten komen, hoor. Ja, of de beslissing van de redactie dat zij, dus hij en die vriendin van hem, waar die 3 jaar mee ging, dat die toch op dezelfde vloer konden blijven rondlopen. Deal with it. Hoe zit dat dan precies en hoe is dat dan verlopen? En als dat dan niet lukt, ga ik Ja, maar dan als weer iemand dus emotioneel echt van slag is, zoals ik hem gisteren heb gezien, Tom, dan is het natuurlijk ook zo dat je rekening houdt met het feit dat daar een gebroken man zit die net vanaf de gesloten gordijnen naar jou toe is gereden en jou heeft gebeld om te zeggen dat hij bij jou iets zijn verhaal wil. En logisch, na zo'n interview waar zoveel om te doen is, heeft iedereen natuurlijk een mening. Ja. En iedereen die vindt er maar weer wat van. Maar Stichting Stop Pesten Nu, die heeft zich oprecht boos gemaakt. Ik had hele gemengde gevoelens bij het interview bij Tom. Op sommige momenten dacht ik echt, oh wat goed dat hij hand in eigen boezem stopt. Dat hij ook kwetsbaar daar gelijk al mee naar buiten durft te komen. Maar vaak, zeg maar, gelijk na die komma bij de eerste zin, ging het alweer naar hoe sneu het was voor hem met zijn relatie, trouwen. En ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, ja, je kan wel zeggen dat ze heeft een bom onder mijn relatie gelegd. Dan denk ik, nee, dat heb jij gedaan. Jij bent niet 1 avond vreemd gegaan, ook niet 2 avonden, maar 3 jaar lang. Dus je hebt 3 jaar lang zelf een bom onder je relatie gelegd. En dan mag je dat niet haar kwalijk nemen. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om te weten, ja, dat heb ik gedaan. En eigenlijk is dat ontzettend stom. En baal ik ervan, dan zou ik gewoon willen kijken ook met haar van hoe kunnen we nu nog iets repareren, ook al is het kwaad al geschied. Want dan denk ik, uiteindelijk heeft hij zijn macht dus ook in dit geval weer gebruikt om bij hun aan tafel te kunnen komen. En degene die het allemaal is overkomen, die kan niet zo'nzelfde groot podium aanroepen om haar kant van het verhaal te vertellen. Ja, aan de andere kant is het ook zo dat hij wel heeft aangegeven dat een ieder die hij ten tijde van dit geval pijn zou hebben gedaan of zich onheus bejegend voelde door hem, dat hij daarmee graag het gesprek aanmeldt. Meld je inderdaad. Dus inderdaad, meld je en ik wil daar met je over praten. En mijn gedrag is niet juist geweest, maar ik wil dit uit de wereld. En ik wil verder met mijn carrière, mijn leven. En eigenlijk dan komen we weer op het volgende. Dat het wel heel grappig is dat de algemene tendens is dat iedereen hem ook graag als sportpresentator terug zou willen zien. Wat natuurlijk is het totaal niet losstaat ook allemaal een beetje, en zonder te willen bagatelliseren hoe erg pesten is, en dat boetekleed heeft hij gisteren, vind ik, ook echt aangetrokken. En dat onderzoek is ook gaande. En dat onderzoek is gaande. Maar vinden we niet dat dit soort mensen wel
ontzettend hard worden aangepakt. Ik bedoel, dat is 15 jaar geleden. En dan ik vind heel maar die tijdsduur, dat vind ik er niet eens heel erg toe doen. Nou, vind ik vind wel, meer hoor. Van hij heeft zich onvolwassen, onprofessioneel gedragen. Dat had hij niet moeten doen, dat erkent hij ook zelf. Maar om dan door het hele land, zo dat hele land over je heen te krijgen... Ja, en je baan opgesteld. Hij werd gewoon verliefd op een vrouw en die vrouw op hem. Maar dat gedeelte doet er dus niet toe. Nee. Dat gedeelte doet er niet toe. Vaak. Het gaat nu om wat hem te verwijten valt, is dat hij haar vervolgens, toen het op een lelijke manier uiteindelijk uitging, dat hij haar heeft gepest en getreiterd. Maar dan komen we toch eigenlijk weer bij de kern van het probleem, is dat het niet zozeer erom gaat dat hij wat hij met haar heeft gedaan, maar dat dat binnen de NOS gewoon gelijk opgelost had moeten worden. Absoluut. Dat zij daar sancties aan Absoluut. Hadden moeten verbinden. Waarschijnlijk... En niet zo voor heel maar Nederland. Maar het straalt nu wel heel erg op hem af. En waarschijnlijk hebben ze iets tegenover elkaar gedaan. Ja. Want wij weten niet... Kijk, hij zegt nu, ja, maar zij heeft ons ook iets aangedaan. Dat zou misschien heel goed kunnen. Vaak is het van twee kanten. Ja. Maar dan nog, vind ik, als het antwoord van bovenaf is... deal with it, dan, en je kan daar kennelijk niet met elkaar uitkomen... dan vind ik wel dat je als leidinggevende dan moet zeggen... oké, als jullie er niet uitkomen... En dat dan, los ik het op. Dan lossen wij het op. Ja. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Marijn de Vries. Ja, want dat is eigenlijk een beetje een ondergesneeuwd verhaal... maar wel hetzelfde laken en pak. Ja, absoluut. Marijn de Vries, voormalig profielrenster... die ook oud-sportanalyst... Profielrenster. Ik dacht, dat is prof, weer... Maar... Ja, ze is een profielrenster. Ja. En ook oud-sportanalist bij de NOS Sport. Zij deelde afgelopen week haar verhaal in de NRC... over ervaringen binnen de NOS. 10 maart komt Marijn de Vries met haar column naar buiten... over haar ervaringen bij NOS Sport. Stel je voor dat je 3 weken lang met de avondetappe mee mag als analist... tijdens de Tour de France. Stel je voor hoe fantastisch dat is... als je zoveel van wielrennen houdt als ik. Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt... die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven en neuken... en over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam... welke wijven hij nog wil neuken en welke wijven er voor hem in de rij staan. Marijn vertelt de lezer in haar columns dat ze meerdere malen aangaf... of de betreffende persoon hiermee wil stoppen en onderneemt stappen hogerop. Ze noemt geen namen. Stel je voor dat je naar de eindredacteur gaat om melding te maken van wat er gebeurt. Vrouwen moeten hun mond opentrekken, zo was dat toch? Stel je voor dat je dan te horen krijgt dat een ander autoschema maken heel lastig is. Maar vooruit wordt er diep gezucht. Dat moet dan maar. Stel je voor dat dat alles is wat er met jouw verhaal gebeurt. Je leest dit en ik denk dat het voor veel mensen gelijk duidelijk is om wie het dan gaat, toch? Nou ja, sowieso mensen die het wielrennen volgen... Ja. Die wisten gelijk om welke persoon dat het ging. En ik heb die persoon vandaag ook aan de telefoon gehad... want ik ken ze beide, ken ik ze heel goed. Danny Nelissen, dat is een vriendje van mij van vroeger. Dat was mijn eerste vriendje. Marijn de Vries, voormalig profielrenster... heeft bij ons in onze commerciële wielerploeg gezeten... Ja, zij zijn in 2016 waren zij alle twee werkzaam bij de NOS als analist. Je moet je voorstellen, een Tour de France duurt 3 weken. Dan heb je heel veel verplaatsingen samen. Na zo'n etappe heb je een verplaatsing naar een andere, naar een andere plaats. Nou, dan zit je urenlang met elkaar in de auto. Ja, daar heeft Danny misschien te veel gedeeld. Te veel gedeeld over wie hij aantrekkelijk vond... en met wie hij het nog wel een keer zou willen doen. Nou, dat wat heeft grover inderdaad. Ja, wat Over. Ik druk het nu heel netjes uit. Leontien, ik wil heel even terug naar het lezen van die column. Jij kent beide goed. Ja. Denk je dan gelijk, hier kan ik Danny wel in vinden? Of ik geloof wel dat Marijn de waarheid spreekt. Ik kan me ook voorstellen dat Marijn... want ik ken Danny en ik ken Marijn. En Marijn heeft dat niet als prettig ervaren. Dus Marijn heeft dat ook aangegeven bij de eindredacteur. Dan denk ik, op het moment dat je... als dat in het begin al gebeurt, in zo'n Tour de France... waarom zet je die twee niet bij elkaar aan de tafel... en zeg je van, nou, wat wil jij niet meer, wat wil jij niet meer? Nee, wat doen ze? Dan zeggen ze van, nou, jij gaat voort in die auto... en jij gaat in die auto. En dat spreek je niet uit met elkaar. En dat komt dan 6 jaar later. Ja, dan krijg je dit. En dan denk ik, moet hij hier dan hierdoor zijn baan verliezen? Nou, hij is een van de betere analisten die we hebben. Op het moment maar waarom dat er schrijft een zo'n column?
Waar komt die telefoon? Nee, ja, ik weet niet waar. Zij heeft zich ook echt niet lekker gevoeld. Dat kan, hè? Ja. Je kan op het moment dat iemand dit soort verhalen met je deelt. Ja, ieder mens is anders. En als zij dat niet als prettig heeft ervaren, mag zij dat aangeven. Maar, dan moet je daar toch iets mee doen? Had zij dan ook in plaats van voor dit voor heel Nederland te delen, hem ook op kunnen bellen en kunnen zeggen: van weet je eigenlijk dat je mij 6 jaar geleden. Ik snap niet waarom dat ze niet eerder pijn hebt gedaan. Ja, maar ik snap niet waarom niet. Ja, maar ik snap ook niet waarom dat ze niet eerder met elkaar gewoon een bak koffie zijn gaan drinken. Maar was het is helemaal zo'n ding. En jij hebt Danny gesproken. Ik heb Danny gesproken en ik heb Marijn. En dit is ook niet Marijnse. Weet je, die heeft die column en dit is ook niet haar bedoeling geweest. Maar we hebben nog niet gehoord wat hij hier nou van vindt en hoe heeft hij gereageerd erop? Je voelt gewoon. Hij is gebroken. Hij is gebroken. Maar ja, ik heb ze vandaag alle twee aan de telefoon gehad en ik had het idee dat ik 2 slachtoffers aan de telefoon had. Maar eerst even hij. Hij zegt ik kom later nog met een statement naar buiten en hij kiest ervoor om ergens zijn verhaal te gaan doen. Ja, ik mag het bijna niet zeggen denk ik, maar ik word ondertussen wel echt heel erg moe van al dit soort verhalen. Ik heb nu echt het gevoel elke keer dat wij weer een uitzending hebben dat het weer over de eerstvolgende persoon gaat die over 6 jaar geleden of 8 jaar geleden iets te zeggen heeft. Wat voor mij blijft hangen bij al deze verhalen, horen nu 2 dagen NOS, denk ik wel van, goh, NOS, dat is bijzonder dat je niet gewoon mensen tegenover elkaar zet. Dat ben ik op NOS, dat is toch wel maar apart. Maar was dat ook niet die column van Marijn, die was niet zozeer richting Danny een aanval, als wel richting de hoofdredactie, die gewoon keer op keer nadat zij ze erop aan had gesproken, het jaar daarna is Marijn de Vries weer gevraagd om af en toe aan te schuiven bij de avondetappe. En daar voelde zij zich echt buitengesloten. Dus weer een beetje het soort pestgedrag. Daar werd lacherig over. Dat heeft zij ook als echt heel naar ervaren. Ja. Wij hebben toch ook weer een reactie van Marijn? Ja. Ja, ze heeft richting ons ook een officieel statement doen uitgaan. Ze laat weten, als de eindredactie en de hoofdredactie van NOS Sport meteen adequaat hadden ingegrepen, had er nu niets op straat gelegen. Zij zijn degene die verantwoording zouden moeten afleggen, niet ik. Het gaat me niet om deze persoon. Ik heb de naam van deze persoon ook niet genoemd. Het gaat me om falend leiderschap met veel te grote gevolgen voor alle betrokken partijen. Dat heb ik aan de kaak willen stellen en dat zal ik ook blijven doen. Dus eigenlijk wat ik net zei, dat ze eigenlijk niet zozeer richting Danny een aanval was, maar echt richting de leiding. Ja, dus ik hoop ook niet dat Danny nu. Ik hoop wel dat we hem terugzien. Ja. Wat ik gewoon wel zou willen horen is wat de NOS hier nou allemaal over te zeggen heeft. Ik ben nog even losstaand van al deze namen, de namen van de mannen, de namen van de vrouwen. Ging ik gisteren naar huis, dacht ik, NOS, ik heb je best hoog zitten in allerlei opzichten. Wat is daar nou allemaal gaande? Maar dan heel even eerlijk. Ik bedoel niet dat het hier zo is, maar heb jij niet het idee dat op elke werkvloer... Op elke werkvloer is er een of andere ongelikte beer die het alleen maar over wijven en, seks heeft. Die het alleen maar over seksuele handelingen heeft op elke werkvloer. En dat gebeurt altijd ook met een geintje. Want en ook met een geintje, dan wel serieus. Ik ben inmiddels de verhalen een beetje zat. Maar dit vraag ik jullie allemaal. Wat kunnen we eraan doen? Kunnen we niet zeggen, ieder bedrijf, of het nou op de Zuidas is, of in een ziekenhuis, of in de media, kijk even naar de leiding, naar de directie. Exact. In plaats van al die kleine verhalen die weer maar daglicht ik denk ook vinden. Dat we moeten leren om gewoon ieder voor zichzelf de grens aan te geven. Ja. Want dit vind ik wel fijn en dit vind ik niet maar fijn. Maar dat kan niet altijd. Even het opnemen voor slachtoffers. Ik bedoel, als jij in een machtsverhouding zit, dan is dat heel lastig om iemand je grens aan te geven. Ja, maar het is. Dat is natuurlijk een vaak gehoorde klacht. Ja. Nou ja, en daarbij komen we ook weer bij het begin, dat het gewoon naar de jeugd toe moet gaan. Die moeten gewoon meekrijgen uit jezelf, ook al is het in een vervelende positie. En dat, dat is een beetje de crux van de instelling en het bedrijven kijken. Hebben wij een meldpunt, hebben wij een vertrouwenspersoon, dat je dus daar de verantwoordelijkheid legt en niet bij de individuele personen. Waar het mij om gaat als ik zeg, ik ben dit ondertussen helemaal moe, is omdat ik ook niet weet wat ik hier nou mee moet. Dan weer een aangifte, wordt het dan weer een hij zei dit, zij zei dat verhaal, waar niemand iets aan heeft. Nee, want je krijgt ook dat een sfeer. Ik bedoel, heel eerlijk, doen er zelfs met elkaar in de visagie bijna een beetje lacherig over. Omdat de grappen die we normaal gesproken met elkaar maken, nu eigenlijk niet meer kunnen. Ja.
Weet je, dat je denkt, ho, 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 als iemand anders dit nu hoort... dan interpreteren ze dat misschien wel verkeerd. Maar je krijgt er een hele gespannen sfeer door. Ja. Terwijl wij altijd gewoon, ja... Heel los zijn. Kan jou ook weer voor bewustzijn zorgt. Ja. Dat sommige mensen die grappen misschien inderdaad wel helemaal niet als leuk ervaren. Ja, maar, ja, maar het is lastig. Maar je moet elkaar aanspreken erop. Ja, dat, nee, dat is wat jij net zei, ja, maar inderdaad. Het is echt zo. En ook onze kinderen leren dat ze dat gaan doen. Ja, hè? Praat met je dochter. Ja, ja, en jij met je zoons. Och, dat is het belangrijkste opvoeden. En zeg dat Bart zo'n gemoed moet houden. Nou, even over kerels gesproken. Ik zou alles drie keer vastleggen als ik nu een man zou zijn. Dat ga ik mijn zoon aanraden. Over kerels als gesproken? Als jij, dat zeg ik ook. Ja. Mijn zoon is nu nog jong. Ja, ja. Maar als jij verliefd wordt op iemand en jij wil diegene... en jij denkt bijvoorbeeld, nou, ik vind jou wel leuk... Maar eigenlijk wil ik alleen maar met jou seksen, want dat bestaat ook. Je hoeft niet meteen een relatie met iemand te hebben. Nou, informeer even bij de ander of diegene dat ook wil. Dat kan namelijk ook, dat vrouwen dat willen. Ja. En even naar elkaar appen dat dan even vast ligt. Want zo meteen... Nou, maar dat is alle spontaniteit wordt eruit getrokken. Nee, dit is niet goed. Ik ken een DJ in Nederland die dat gewoon doet. Ach. Die zegt, ik wil geen enkel probleem hebben met dit soort gedoe. Dus in de even voor mijn beeldvorming, in de volledige hitsigheid... ga je naar elkaar appen, ik vind jou leuk en ik sta hier achter. Ja, jouw mannen moeten dadelijk... Jouw mannen relatie. Moeten over een jaar of 15 met een soort drievoudig boekwerk. En ook nog een paspoort checken voor de leeftijd? Nou ja, ongeveer wel. Ja. Van, jongens, jullie maken nu een grap. En natuurlijk gaat het bij onze zoon nu nog niet zo ver. Want die is nog niet seksueel actief, bla bla. Maar ik zit wel erover na te denken. Hoop je altijd... Hoe gaat het? Ja, misschien wel. Mm-hmm. Oh, wat zal ik blij zijn met zijn moeder vandaag. Maar waar het om gaat, arm kind. Hoe oud is die? Waar het om gaat, is dat ik denk... Jeetje, wat hebben die kinderen van nu het gewoon moeilijk. Ja. Nee, dat is waarschijnlijk hoe kom je nou nog met elkaar in contact? Een beetje normaal. Er was een onderzoek van de week... is dat de seks onder ouderen heel erg toeneemt... en onder jongeren heel erg... Ja, dat snap ik. Ik snap het ook. Als je 75 bent, dan kan je gewoon los. Ja, dus we moeten een beetje opschieten dat Patty wil naar huis. Ja.